Het drijft! Hout drijft op water! Nee, tuurlijk! Dat kan. Wist je dat? Pim, welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, nou, ik had beloofd dat we deze zouden doen, maar die kon niet. Dus we kunnen gaan we even pauzeren? Ja, want die heb ik de vorige aflevering ook al laten zien. Nou, boven kun je ook niet naartoe, dat weet ik nog. Hoe? Ja, oh, nou, die praat alleen maar. Nou, mooi. Oké, we kunnen naar de mijn gaan. Waar we toch denk ik niks kunnen doen. Ja, ik deze ben pyjama Sam. Ik ga duisternis bedwingen zoals en hem bijna in een broodrommel in het spel. Schitter, ik ben nutteloos. Echt? Oh, je bent nutteloos. Oh, nou. Hij is vastgeroest, dus laten we wat olie. Hoi. Hallo. Ik ben Sam. Ik ga duisternis bedwingen. Oeh, ik zie zo. En nog een sok. Nu heb ik de cutscene weggedaan, maar maakt niet uit. Ik heb een sok, jongens. Nou, nu moet ik een plank in het water leggen, want hij, hij denkt dat hij niet kan drijven op het water. Dus dan leggen we toch mooi een plank neer. Hé, wat heb je er net in het water gegooid? Gewoon een oud stuk hout, waarom? Het drijft! Hout drijft op water? Nee, tuurlijk! Dat kan. Wist je dat dan niet? De dochter van een nicht van me, die was ook van hout en die is verdronken en De dochter van zijn zus tot van zijn vader. Hoe gaat alles goed? Huh? Nou, hier gebeurt de niks. Dochter van zijn zus. De dochter van zijn zus. Ja, geluk. Van zijn vader. Ik drijf. De dochter van zijn zus. Wat de Joepie de Sloepie. Jongen, hij heet dit echt is geweldig. Kom ja, maar. Ik weet het. Nou, laten we... Ik moet eerst Let's mijn spullen. Go. Laten we gaan zeilen. Ja, ja, wel, Goed idee. Nou, we moeten die kant op. Ik weet het nog wel een beetje. Ja, ik ben al wel goed hoor. Maar daar kun je vast niet... Oh ja, hier, daar moet je tol voor betalen. En olie. Ja, dat willen wij. Dat is een busje olie. Nee. En er zit nog wat olie in. Mooi. Oké. Okay. Laten we doorgaan. Oh jee. Oh, heftig. Heftige wind hoor. Yo, waar zijn we nou weer dan? Oh, we zijn hier, ja. Wat? Kunnen we daar naartoe? Holy damn, wat heb ik een lag. Bij zo'n spel. Laten we die emmer eens van dichterbij bekijken. Ja, ja, laten we dat eens doen. Die stroming is veel te hard. Oké. Alleen lukt het nooit om tot daar te komen. Een boot is eerst bang voor water en dan is de stroom weer te hard. Het is ook altijd wel wat dit. Joep de sloep, jongen. Maar ik zie dat wel erg lekker. Nog een zoek! Holy damn, wat een lek. Ik ben zo. Oké, nou ik ben er weer. Oh jee, we gaan in een grot. Oh, allemaal bubbeltjes. Zo. Wauw, heb je dat boven gezien? Dat ziet er leuk uit. Leuk? Ja, ik heb het gezien. Want, tuurlijk. Ja, ik heb ogen en ik ben niet blind. Dus ja, zie je dat, hè? Ja! Ter duidelijkheid, ik ben niet blind. Hoe kan je bij zo'n game eigenlijk leggen? Ik begrijp het niet. Ja, dat was leuk. Laten we het nog eens doen! Wat dacht je van, nu nog niet, oké? Oh, hij is weer bang, hè? Het is ook altijd wat met hem. Oh, die Joep toch. Nou, we moeten waarschijnlijk hierheen. Oh. Misschien komt dit mooi, nog wel van pas. Een oude holle boomstronk. Misschien zit er wel een kikker in of zoiets.
Verdorie, helemaal niks te vinden hierin. Nou. Oeh, ik denk dat ik vastzit. Nou, laten we maar daar naartoe gaan lopen. Oeh. Oh jee, nog een boom. Weet je wat mij ook altijd opvalt bij dit spel? Bomen zijn nooit aardig. Een prettige dag nog, collega Boom. Collega Boom. Ja, we werken hard samen om de CO2-uitstoot te gaan. Nou, wat? Om het zuurstof bij de mensen te brengen. Wat is het warm daar? Dat doen bomen. Is dat mijn pyjama-saam-masker? Ja, dat dit is... Dit masker is voor het volk. Oh, wat mooi. Het lijkt anders wel sprekend op mijn masker. Ja, dat kan wel. Dom is diefstal mijn. En dan nog? Ik heb dat masker nodig om mijn identiteit als leider van het Anti-Dressing Bevrijdingsfront verborgen te kunnen houden. Nee. Wat? Het Anti-Dressing Bevrijdingsfront. Wij zijn een groep groenten die ons verzetten tegen het huidige maatschappelijke systeem. Wij zijn het beu om altijd maar overgoten te worden met olie, azijn en andere druk. Ik heb ook gewoon zat, zeg hoor. Wij willen opklimmen tot hoofdschotel. Hoofdschotel? Helemaal boven het culinair systeem. Ach, je doet maar. Ik wil gewoon mijn masker terug. Gezegde. Zal ik je eens wat vertellen? De andere wortelen worden gevangen gehouden in de koelkast in de keuken nee, van thuis. Nee, dat kan niet. Dat... Ja. We gaan direct. Ik denk dat helpen. Ik maar beter weer mijn vermomming kan aantrekken. Welke vermomming? Oh, ik dacht een masker. Tja. Veel geluk, hoor. Dankjewel, collega Boom. Ja, erg bedankt. Ja, echt een minuut. Nou. Ja, nou. Poep. Ja, zo. Joep de Sloep. Nou. Dag, Joep de Sloep. We zullen je missen. Nou, laten we maar nog een keer naar het land van duisternis gaan. En dan moeten we hier naartoe. En Rikkie raden wat we hier moeten doen. Hij zei dat de dinges in de dinges zat. De dinges in... Alsjeblieft, maak nou open die deur, want ik heb hier iemand anders. Wat? Ik kom geven in nood of ten nooit. Oh, ach zo. Nu jij... Pyjama Sam, de musical, nu in bioscoop. Zal ik mijn deur open doen, zodat hij naar binnen kan? Nu is onze leider gepakt en wij in de paard. Nu gaan wij eraan, onze strijd is nu gedaan. Wortel! De broeders, kijk uit eens een vriend, je bent vrij om te gaan. Vrij! Ja, vrij! 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 Vrijheid voor de heer! Er zal de koelkast blij mee zijn. Dit had ik bijna vergeten, maar je hebt het echt verdiend. Jij krijg je masker terug. Keren. Je mag dit masker meenemen. Ja, ik heb een masker gevangen. Oh nee, dat is boven. Vanwege een bijna hetzelfde, hè? Nee, eigenlijk niet. Waarvoor zou ik dat nou hebben? Maar, ik vind het wel weer vooruitgang hebben geboekt. De volgende keer gaan we nog meer dingen doen in Pyjama Sam. Ik zie jullie de volgende keer terug. Laters.